Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Groothandel Volks Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, ING, Tankstation Klok en de Business Club Hogeveen. Het is zondag 21 februari om 8:15. We zijn bij Eetcafé De Beurs, waar een heuse snetmaaltijd wordt voorbereid voor de bewoners van zorgcentrum Weidestein. Onlangs organiseerde Hogeveen een voetbalquiz. En de gehele opbrengst van die avond gaat naar dit goede doel, een snetmaaltijd voor de bewoners van zorgcentrum Weidestein. In samenwerking met Eetcafé De Beurs. Ja, Roel Wink, het is zondagochtend. Bijzondere morgen vanochtend, actie voor Weidestein. Wat dacht je toen Rob Kloof erbij kwam? Een aparte beleving om voor zoveel mensen wat te maken, zeg maar. Moest je er eerst lang over nadenken? Nee, niet echt. Nee, we was direct, direct een klik. Dus daar wil ik graag meedoen. Goed, die actie is geweest, die pubquiz die heeft natuurlijk nodig opgeleverd. Die voetbalquiz heeft nodig opgeleverd. Ja, en dan dragen jullie ook een steentje bij natuurlijk. Ook als trouwe sponsor van de club, denk ik dan, hè? Ja, zeker. Het gaat ook door. Ja, de sponsoring ligt dan naar pitje. Maar goed, daar gaan we weer mee door. Voordat we even over de actie zelf gaan praten, even over jullie zelf. Want ja, er komt natuurlijk enorm veel op jullie af. We zijn inmiddels bijna een jaar verder. Ja, hoe staat het ervoor bij jullie? We teren één. Dat is nog niet, we kunnen nog geen jaar meer volhouden. Dat is, want dat wordt het niet meer. dat soort acties als bezorgen en ophalen, dat lijkt allemaal leuk natuurlijk. En dat doen jullie natuurlijk ook graag. Maar goed, daarmee pak je niet je winst. Nee, en er wordt heel veel gebruik van gemaakt voor vrienden, bekenden. Mensen, vaste gasten die altijd kwamen. Die haalden regelmatig af. En dat is wel een warm gevoel, zeg maar. Nou, warm gevoel ga je vandaag dan ook geven voor de bewoners van Weidestein. Wat komt er allemaal bij kijken om alles voor te bereiden? Timing. Je kunt niet te ver voorbereiden, anders werd het net zuur aan het eind van de week. Dus het moet allemaal in de korte tijd even gemaakt worden en bereid worden en gesneden en alle ingrediënten erin. Ja, hoeveel personen of hoeveel personen praten we? 270 personen, zo'n beetje. 275, 280, zoiets. Met personeel en bewoners. Deze week voorbereid, zei je al. Nu de finish in touch. Hoe gaat de afronding eruit zien? En voordat het allemaal naar Weidestein wordt vervoerd? Het is allemaal nog zonder vlees. Want alles wat erin zit, kan aanbranden. Dit is de moeilijkste fase, zeg maar, van de snetverstein. En straks gaan we het vlees erover verdelen. En een beetje op smaak maken nog. Dat onze eigen smaak eraan zit. En dan kijken of ze het lusten. Ja, warme containers. En nu is natuurlijk ook alweer een mooie verdeling gemaakt met Hogeveen. Want ondertussen wordt er in de kantine ook het nodige voorbereid. Ja, dan zijn ze bezig met roggebrood en spek, had ik begrepen. Ja, hè, volop. Ja. Met een beetje boter erop. En nu straks bij Weidestein zijn er specifieke afspraken gemaakt. Want ja, ook daar heb je de coronabeperkingen. Jazeker, er is ook de corona volop daar. Ze hebben een grote golf gehad, het leger is daar ingezet. Maar we hebben er afgesproken, we leveren het bij de deur af. En wij komen niet verder dan de entree, op de receptie. En dan zien we straks de foto's en de filmpjes en zelf wel. Ja, denk het wel. Rob, net bij Roel geweest, druk met de snet voorbereiden. Ja, hier gebeurt ook van alles. Hoe laat zijn jullie hier begonnen? We waren hier vanochtend om 8:45. 8:45 zijn we begonnen met roggebrood met spek maken. Dan heb je iets in je hoofd een aantal weken geleden. En dan is het een moment daar. Dan is het wel genieten geblazen. Ja, nou, ik had het niet eens echt in mijn hoofd. Het is bij mij altijd heel impulsief. Ik had wel in mijn hoofd dat ik graag een online voetbalquiz wilde organiseren voor leden en niet-leden. Ik wilde er zelf gewoon niks aan verdienen, dus ik wilde er graag een goed doel aan koppelen. Toen las ik dat bij Weidestein niet zo lekker ging met personeeluitval door corona en dergelijke. Dus ja, toen ben ik eigenlijk een beetje gaan denken van ja, wat kunnen we voor die mensen gaan organiseren? Nou ja, echt uitjes en zo, dat kan op het moment niet.
toen had ik zoiets van, we kunnen ook een sponsor gaan benaderen die op het moment ook niet zo makkelijk heeft. En ja, dan kom je toch wel gauw in de horeca uit. Eetcafé De Beurs die is natuurlijk al jarenlang sponsor hier. Dus heb ik contact gezocht met Roel of hij snet wilde maken voor de inwoners van Weidenstein. En dat leek hem een hartstikke leuk plan. Dus ja, toen was het eigenlijk allemaal alweer geregeld. Ja, toen moesten de contacten nog tot stand komen met Weidenstein. Ja, en die reageerden ook gelijk enthousiast, hè? Die waren heel enthousiast. Er waren gewoon twee verschillende mensen die van elkaar niet wisten dat ze reageerden. Dus dat was in het begin even lastig. Maar uiteindelijk is het ook al op zijn pootjes terechtgekomen. Ik schrok wel van het aantal inwoners, moet ik eerlijk bekennen. Ik dacht, nou, met een mannetje of 100, dan zijn we er wel. Nou, dat zijn er uiteindelijk 280 met personeel erbij. Maar ja, goed, we hebben zo'n leuke avond gehad met de quiz qua plezier en qua opbrengst. Dus kosten zijn allemaal gedekt. En ja, we gaan straks die kant op. Ja, en geen klusjes te veel, hè? Voor Hogeveen op het moment zijn we gewoon voor alles in. Het personeel, iedereen wil helpen, dus hartstikke leuk. Bewijst ook maar eens weer de maatschappelijke betrokkenheid, hè? Ja, dat is het ook. Kijk, iedereen, ja, ik hou er niet zo van om er heel erg mee te gaan dwiepen, hoe noem je het. Maar ja, het is ook gewoon leuk als je als vereniging zijnde wat doet voor iets in je eigen gemeente.